Ja, dit is deel 5 van de serie over zelfbouw. Ik heb zelfs nog voordat ik voorzichtig wat op 27 MC ging doen, flink wat met deze optimistschakeling geëxperimenteerd. Zo vertelde ik vorige keer al. Even beginnen, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ik ben overigens begonnen, zoals veel mensen denk ik, met de bekende EE-bouwdozen van Philips. Volgens mij was het eerste dat ik buiten dit bouwpakket om op een stukje veroboord maakte een morsetoongenerator, een sounder dus. Ik had voordat ik ook maar begon overigens al een 19 cent sleutel die ik van de vader van een klasgenoot kocht. Die vader was luisteramateur, maar deed er niet heel veel meer mee. Ik heb al eens op een middag in de zomervakantie bij hen op zolder vrijwel de gehele middag op een oude scheepvaart ontvangen naar verschillende amateurbanden zitten luisteren. Op een moment overigens dat daar vanwege slechte condities zowat niets te ontvangen was. Het gebrek aan hoorbare amateurs op dat moment kon me overigens niet ontmoedigen. Maar dat terzijde, eenvoudig beginnen, ik zei het al, dat is belangrijk als je gaat zelf bouwen. Een microfoonversterker is bijvoorbeeld zo'n project om het zelf te proberen, net als een morsesounder natuurlijk. Maar een microfoon zal meer mensen aanspreken tegenwoordig. Eventuele brokken die je daarbij maakt, die zijn in de meeste gevallen niet ernstig en de kans op succes is groot. Bovendien kun je vrij eenvoudig door een al dan niet regelbare tooncorrectie te introduceren, je modulatie er een stuk mee verbeteren. Een niet-automatische antennetuner is ook zo'n gemakkelijk en goedkoop te bouwen eerste project. Zeker als het is voor zendvermogens onder de bijvoorbeeld 30 watt. Je kunt die gebruiken met een SWR-meter die je al hebt, of je kunt zelf een indicator maken die ofwel de maximale antennestroom aangeeft of de minimale SWR bij de beste aanpassing. Antennestroom kan bij QRP-vermogens bijvoorbeeld door tijdelijk een ouderwets fietslampje in serie met de antenneuitgang te zetten en dan op maximaal licht te tunen. Na afstemmen moet het lampje weer overbrugd worden om niet een deel van je zendvermogen in licht om te zetten. Het hoeft dus niet veel te kosten, zeker als je 1 of 2 afstemcondensatoren uit een oude radio kunt gebruiken die je al hebt en als je de spoel met aftakkingen zelf wikkelt. Met een dergelijke tuner kun je al antennes afstemmen die met de meeste automatische tuners dus niet lukken. Voor een antennetuner hoef je doorgaans geen printplaten of zo te maken, hooguit als je een heel net gemaakte SWR-meter aan de tuner wil toevoegen. Het hoeft ook niet per se in een behuizing of een metalen kast of zo. Ik heb zelf een longwire tuner met een condensator uit een oude radio en een rolspoel die gewoon open en bloot op een houten plank is gemaakt, met 4 rubberen dopjes eronder dat hij niet van de tafel schuift. Antennes zijn zeer zeker heel dankbaar als bouwproject, omdat je makkelijk resultaat haalt en zonder veel kennis of vaardigheid al iets kunt maken dat enorm bevredigend werkt. Dat geldt met name op HF voor draadantennes bijvoorbeeld, maar een dipool of een halve golf voor 50 of 70 MHz of een HB9 CV voor 2 meter is ook heel gemakkelijk te maken. Een groundplane is ook zeer eenvoudig, ideaal als tweede antenne of om naar signalen uit de ruimte zoals het ISS te luisteren. Voedingen worden ook vaak als beginnersproject genoemd, maar ik vind dat minder geschikt apparaat. Met een voeding kun je, als je niet goed soldeert of de zaak mechanisch niet goed opzet, daar kun je heel veel kwaad mee aandoen en hij kan je dure zendontvanger die erop aangesloten is bijvoorbeeld vernielen. Een verkeerd gemaakte voeding kan daarnaast ook brandgevaarlijk zijn. Ik had het gisteren nog over de Poljakov-mixer, genoemd naar de Rus Poljakov, die de schakeling voor de DC-ontvanger uitvond. Twee van de problemen met de DC-ontvanger, de direct conversion ontvanger, zo zei ik gisteren al, worden veroorzaakt door detectie van audio op de oscillatorfrequentie, waarin in het ene geval brom en in het andere geval microfonie, het geluid uit de check, mechanisch geluid uit de ontvanger zelf, terug de ontvanger in worden geleid, wat tot rondzingen kan leiden. Een Poljakov-mixer bestaat uit 2 antiparallel geschakelde diodes, waarbij de mixer zelf het oscillatorsignaal in frequentie verdubbelt. Zodoende bevinden zich de modulatie van de microfonie en de eventuele brom uit opnieuw gemoduleerd oscillatorsignaal op de halve frequentie van de ontvangstfrequentie. En zodoende worden ze, als ze dan toch uitgestraald worden, sterk onderdrukt.